En het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat voor de grote uitdaging om op een verantwoordelijke manier dit schooljaar af te ronden. Dit zei onderwijsdirecteur Natasha Benanon gisteren op de COVID-19 persconferentie. Ze zegt dat het ministerie de bezorgdheid van de samenleving over de voortgang van het onderwijs begrijpt. Het plan om het schooljaar nog te kunnen afronden is volgens Benanon niet helemaal af. Ze geeft aan dat vooral de toets- en examenklassen een grote uitdaging zijn. Als het gaat om de examenklassen en de toetsklassen, dan behoeft dat een andere benadering. Voor die lagere leerjaren, en dan gaat het om de lagere leerjaren op alle niveaus, daar heb ik het over het basisonderwijs, ik heb het over het VOJ-onderwijs en ook het VOS-onderwijs, daar zijn we er min of meer al een beetje uit. Bij deze groep kunnen we dan makkelijker de leerstof die gemist is of onvoldoende aan de orde is geweest, overhevelen of zeg maar uitsmeren over het jaar daarop. En daarom is het zo belangrijk om constant bezig te zijn met de leerstof, zij het nou op afstand. Maar we vragen dan ook dat de leerlingen, en zeker ook de leerkracht natuurlijk, houden we rekening met de situatie. Maar daar waar het nodig is, dat ze gewoon het onderwijs bieden op afstand. Benanon zegt verder dat dit schooljaar naar alle waarschijnlijkheid vroegtijdig afgerond zal worden. U begrijpt zelf, we hadden in eerste instantie aangekondigd dat we per 31 augustus zouden afsluiten. Maar dat zou afhankelijk zijn als we inderdaad 1 juni waren begonnen. We zijn niet meer 1 juni begonnen. We zouden dan misschien 8 juni beginnen. Maar u heeft het zelf gemerkt, vanwege de hele situatie is dat niet meer doorgegaan. Maar uiteindelijk kunnen we niet steeds de zaak vooruit schuiven. We zullen uiteindelijk een besluit moeten nemen. Goed, we zijn intern al bezig die discussie te voeren over zeg maar vervroegen van de vakantie, waarbij we ook vervroeg of in een andere, op een andere datum dan regulier 1 oktober de school zullen moeten aanvangen. Ik kan op dit moment nog geen datum geven, let wel, dat zou even prematuur zijn, omdat we zeker rekening moeten houden met 1, de lockdown. Er zijn een aantal factoren, maar ook het juridisch kader waarmee we rekening moeten houden. Dus ik heb het al eerder gezegd, het ziet er nou uit dat we gewoon eerder de schoolvakantie zullen moeten laten ingaan. We nemen even een break en dan zal er ook een andere datum volgen waarbij de school formeel voor alle leerjaren of voor alle niveaus zal moeten beginnen. Aldus Natasha Benanon, directeur van onderwijs, sprak gisteren op de persconferentie van de overheid. Het schooljaar wordt naar alle waarschijnlijkheid eerder afgesloten.